Traditiegetrouw vindt in de laatste week van de schoolvakantie de spelweek plaats in de wijk Maarstee. We gaan op de laatste dag van deze spelweek even binnenkijken hoe de sfeer is. De laatste dag van de spelweek in 2022. Hoe kijk je terug op deze week? Het was een hele geweldige week. Net als alle andere spelweken was dit ook weer een fantastische spelweek. Nou, jullie doen dit al jaren. Hoeveelste jaar was dit eigenlijk? Dit was onze 14e spelweek. En ja, vanaf de eerste spelweek tot aan de 14e zijn ze allemaal even grandioos. We spraken elkaar net al even, toen zei je van het is altijd hartstikke leuk en eigenlijk ook een must voor deze kinderen. Geef je daarmee ook aan dat het voor bepaalde kinderen ook heel belangrijk is dat die spelweek plaatsvindt? Ja, ik persoonlijk vind het heel belangrijk dat de spelweek plaatsvindt. Het geeft mij een voldoening dat alle kinderen, als ze maandags weer naar school gaan, iets hebben te vertellen wat ze in de zomervakantie hebben gedaan. Er zijn genoeg kinderen die wel kunnen betalen om op vakantie te gaan, maar helaas zijn er ook nog heel wat kinderen waarvan de ouders het niet echt kunnen betalen. En waarbij soms een uitje al een heel groot ding is en waar eigenlijk geen geld voor is. En dan heb ik zoiets van, ja, dan is de spelweek is daar echt wel een must van. Want iedereen is hier gewoon welkom en iedereen mag gewoon gezellig meedoen. Is dat voor jou ook een reden, Rianne, om als vrijwilliger aan te sluiten, zodat je het juist voor deze kinderen ook zo leuk mogelijk kan maken? Ja, vroeger ben ik hier ook mee met de spelweek gegaan. En sinds dat mijn moeder de organisatie is, ben ik er ook mee gegaan. Ja, ook dat de kinderen, ik heb zelf ook hele leuke tijd mee gehad. Dus... Ervaringsdeskundig eigenlijk, hè? Ja. Wat was het leukste deze week? Wat was het hoogtepunt? Ik denk toch dat dagje uit, die safari. Ja, dat was heel leuk. We zijn nog nooit geweest, zoals in Friesland. Dus ja, echt, dat was echt een leuk park. Dieren thuis, spult, daar zat alles bij in. Dus kinderen hebben ze heel genoten, dus daar waren wij wel blij mee. En wij zelf ook. Ja, je geeft ook aan het dagje uit. Naar Leeuwarden is dat dan volgens mij, denk ik, ongeveer. Ik reed daar nog even langs en ik zag gewoon twee bussen staan. Ja, dat klopt. Dit jaar hebben wij 47 aanmeldingen. En daarbij zitten ook wat mensen, of vluchtelingen uit Oekraïne die dit jaar dus meedoen. Dus ja, het is weer een hele grote aantal. Maar meestal hebben we een schatting van ongeveer 80 kinderen. Nou, en die hebben we dit jaar bijna gehaald. Ik zit even om me heen te kijken. We worden hier ook bijna nat. Jullie hebben een paar druppels al op je shirt. De brandweer is uitgenodigd, zie ik. Waarom is dat eigenlijk, Rianne? Ja, omdat wij zelf hier geen vaste plek hebben qua water en elektriciteit. We hebben het via de meter zo kunnen geregelen dat wij vandaag dus de brandweer hierbij kunnen krijgen. En puur ook de waterattracties wat we nu hier hebben. Hoe heet het nou? Dit is de rodelbaan. De rodelbaan en de buikschuifbaan hebben we hier. En het is puur net wat Rianne al zei. Wij komen van een plek weg waar wij wel ons eigen stroomvoorziening hadden. Onze eigen watervoorziening, onze eigen toiletten. Nou, zoals je hier ziet, dat hebben wij hier niet. En wij wouden een keer iets met water kunnen doen. En daar heeft de burgemeester daar gehoor aan gegeven. En die heeft ons geholpen, zodat wij vandaag een waterpunt hebben. En het heeft zo geregeld met de brandweer dat zij ons vandaag helpen. Handdoekje meegenomen? Nee, ik ga zo naar huis. Succes, veel plezier nog even. Je bent hartstikke nat geworden, joh. Hoe kan dat? Ik ben van die hoge glijbaan af geweest met water. Ja, hoe is dat, hè? Want ik zie de glijbaan, ik zie de brandweer, ik zie dat ze de spuitslang hebben meegenomen. Is dat tof? Ja, heel tof. Wat zijn ze aan het doen dan? Ze zijn aan het nat spuiten en meer water in doen. Ja. Je bent de hele week al op de spelweek, denk ik. Wat was het allerleukste wat je gedaan hebt deze week? Naar een safari park en daar naar de dierentuin geweest en gespeeld. Echt een dagje uit geweest dus met de andere kinderen, begrijp ik. Ja. Ik zie ook een beetje in het rond kijken en ik zie al die kinderen hier omheen staan met een zwembroek. Volgens mij wil je van de glijbaan, of niet? Ja. Veel plezier. Ja.